Ja, hartelijk dank. Mooi boek om ook in handen te hebben. Ik heb ook al van tevoren een PDF ervan gehad om het van tevoren te kunnen lezen en ook inhoudelijk van commentaar te voorzien. Maar net als steunen heb ik toch altijd liever een boek in de hand en in de kast. Dat leest toch een stuk beter dan dat je op een gegeven moment een stijve nek krijgt van staren naar je eigen beeldscherm. Geachte familie en geachte aanwezigen. Ik heb dus vandaag namens Soteria de eer om dit boek in ontvangst te nemen en een eerste reactie op Alles is geschiedenis. Een prolegomena op een dogmatiek die ons helaas is onthouden door het vroege overlijden van Olof de Vries vorig jaar. En ik geef mijn reactie de titel mee: Geschiedenis is niet alles. Ik kende Olof nog maar een paar jaar van de redactievergaderingen van Soteria, waar ik nog maar een paar jaar van lid ben. En hij maakte op mij de indruk een intelligent en bescheiden man te zijn. We hebben samen gewerkt aan een oordeelsnummer, een nummer over een oordeel, een aantal jaar terug. En hij was in staat om kritiek van mij te verdragen op een artikel dat hij schreef. Grootmoedig, denk ik, wijs ook. Hij liet zich gezeggen, zelfs door zo'n broekje als ik. Allemaal eigenschappen dus waarvan je zou willen dat een dogmaticus, en zeker een dogmaticus die verbonden is aan een opleidingsinstituut, voor predikanten over beschikt. Nu ik dus weet dat Olof een beetje kritiek wel kon verdragen en de bezonnen overmoed van jongelingen dus ook wel verdragen kan, zal ik hem eren door dit werk serieus te bevragen. Een aantal punten uit het boek die mij positief, die ik zeer positief vind. Allereerst de liefde voor de Bijbel. Nou zal ik daar niet veel over zeggen. Ik heb dat even geschrapt uit mijn stuk, anders wordt het te lang. Maar je zou zeggen dat is iets wat natuurlijk typisch is voor een theoloog, dat hij de Bijbel lief heeft, maar niet elke systematisch theoloog geeft daar ook blijk van. En dat deed Olof zeker wel. En dat is ook in dit boek te lezen. En die liefde voor de Bijbel in de volle breedte zal ook een motor in zijn theologie zijn om de kaarten te zetten op de thematiek van de geschiedenis. Voor hem wordt het thema van de geschiedenis de leidraad van zijn dogmatiek. En dit concept van geschiedenis ontwikkelt de Vries in gesprek met Oscar Koelman en Wolfhard Pannenberg. En deze insteek maakt de theologie van de Vries ook daadwerkelijk een moderne theologie. Dat wil zeggen, de Vries kiest het uitgangspunt in de mens en zijn geschiedenis en brengt vervolgens vanuit dit antropologische standpunt ook God ter sprake. Zelfs iemand als Karl Barth, die weinig van een diesseitliche insteek van de dogmatiek moest hebben, vond zo'n aanpak verdedigbaar. Als tenminste God wel in zijn eigenheid als de geheel andere in beeld zou blijven komen. En Barths kritiek op Schleiermacher in de protestantische theologie des 19. jaarhonderds is nu juist dat er in Schleiermachers dogmatiek door de antropologische insteek alleen nog maar iets kan worden gezegd over menselijke gemoedstoestanden. En eigenlijk niets wezenlijks meer over wie God in zichzelf is. En datgene wat er over God gezegd kan worden, is te reduceren als ten diepste een uitspraak over het menselijke gevoelsleven. En dan zegt Barth, nou zo'n antropologische insteek is best mogelijk, maar het gevaar dreigt dan toch dat we in het antropologische blijven hangen. Een aandachtspunt dus. Nu kiest de Vries zijn uitgangspunt in de geschiedenis en stelt dat men vanuit die geschiedenis naar de eeuwigheid zou moeten redeneren en niet andersom. Elke ontkenning van de geschiedenis is marcionitisch en loopt onherroepelijk uit op het relativeren van het Oude Testament. En juist het historisch gebeuren is zelf de locus van de betekenis van de Bijbeltekst, zo zegt de Vries. Deze is niet zozeer gelegen in de morele betekenis die eruit de Bijbeltekst valt te destilleren, maar de betekenis ligt juist
in het historisch gebeuren van schepping naar verbond en kruis en opstanding. En dogmatiek is dus niet een uit de hemel neergedaalde waarheid. De Vries gaat daarin zelfs zo ver dat hij de ketterij een plek wil geven in de gang van de geschiedenis. De ketterij brengt altijd een heel belangrijke deelwaarheid boven tafel. En de consequenties van deze aanpak is dan ook dat elke dogmatiek situatief van karakter is. Alles wat over het geloof gezegd wordt, kent zijn tijd, kent zijn plaats en dat moet in rekening gebracht worden. De dogmatiek is dus ook interpretatief van karakter. En de dogmaticus dient zich bewust te zijn van zijn of haar eigen subjectiviteit. Mooi, die insteek in de geschiedenis dus. Een ander belangrijk punt vind ik hoe de Vries zich ook inspant om de dogmatiek in gesprek te brengen met de natuurwetenschappen. De Vries doet dat in zijn hoofdstuk over evolutie en over wonderen. En het is goed dat dat gebeurt. En de Vries brengt hier ook zijn eigen niet-theologische expertise in mee. En het boek komt dan ook precies op tijd. Het kan een rol gaan spelen in de discussie die nu in de Gereformeerde Bond speelt over de rol van geloof en wetenschap. En op dit punt is er ook in de evangelische wereld nog een hoop winst te behalen. Je merkt dus ook dat de Vries zijn boek schrijft tegen de achtergrond van die discussies. De Vries is overigens niet zo duidelijk over hoe die verhouding tussen wetenschap en geloof nu precies ligt. Ik denk toch dat de naam Kuitert hier wel had moeten vallen. In het boek van Kuitert, Wat heet geloven, had Kuitert zelf beweerd dat de uitspraken van de dogmaticus ook op het forum van de wetenschap moesten worden getoetst. Wat natuurwetenschappelijk gezien klinkklare onzin was, moest dogmatisch ook klinkklare onzin zijn. En op deze wijze werd bij Kuitert de dogmatiek uitgeleverd aan de natuurwetenschap. En dit gevaar hangt ook boven de benadering van de Vries, nu hij zich niet uitdrukkelijk uitspreekt over de verhouding tussen geloof en wetenschap als een methodische kwestie. Desalniettemin heeft de Vries een wijsgerig kader gevonden waarin hij de eenheid en de diversiteit van de schepping heel goed bij elkaar weet te houden. De wereld is één, want deze is geschapen door God, door de ene God. Maar tegelijkertijd valt diezelfde werkelijkheid uit één in verschillende lagen. In de natuurlijke, de chemische, de biologische, de psychische, de talige, de ethische en religieuze dimensie. En die lagen hebben allemaal zo hun eigen werkelijkheidswaarde. En geen enkele laag mag het alleenrecht opeisen en de boventoon gaan voeren. De Vries ontleent deze benadering aan een zekere Polkinghorne, een Brits natuurwetenschapper en theoloog. En deze benadering klinkt mij erg bekend in de oren. Ik ken deze van de christelijke filosoof Herman Dooyeweerd. En Dooyeweerd gebruikt het beeld van een prisma om diezelfde eenheid en verscheidenheid tot uitdrukking te brengen. Een lichtstraal in een prisma breekt uiteen in verschillende lijnen, in verschillende kleuren. In een veelhoud van aspecten. De werkelijkheid heeft dus al die vele aspecten. Die hebben allemaal hun eigen wetten. En daardoor, doordat de Vries die volle werkelijkheid in al die wetenschappelijke aspecten aan de orde wil laten komen, kan de Vries ook laten zien hoe er taalverwarring kan ontstaan als geloofsuitspraken gedaan worden vanuit een wetenschappelijk discours. Bijvoorbeeld in evolutionisme als levensbeschouwelijk alternatief. En kan de Vries ook laten zien hoe er pseudo-natuurwetenschappelijk wordt geredeneerd in een context van geloofsreflectie. En dan noemt hij intelligent design en sommige creationistische benaderingen. In die zin is het werk van de Vries denk ik heel waardevol. De theoloog als ook de natuurwetenschapper wordt gedwongen om heldere taal te bezigen. Spreek je nu als natuurwetenschapper of spreek je als filosoof? Of als gelovige? Of als beide? De Vries dwingt je om te letten op de grenzen die je eigen discours heeft.
Helaas zijn er veel natuurwetenschappers als ook theologen die nogal eens hun boekje te buiten gaan en zich daar dan vervolgens niet over verantwoorden. Toch ook wat kritische noten. Het belangrijkste wat ik de Vries zou willen tegenwerpen is het volgende. Ik vrees dat het geschiedfilosofisch concept wat de Vries ontwikkelt niet alleen maar als kapstok fungeert voor zijn opzet voor de dogmatiek, maar ook gaat fungeren als een mal, als een soort Procrustesbed waar die hele geloofsleer in op moet liggen. Het probleem is dat je een algemeen wijsgerig basisconcept gaat formuleren, wat vervolgens moet worden gevuld met inhoud uit de geloofsleer. Wat beeldender gezegd, je maakt eerst je eigen koekvormpjes en vervolgens stop je het koekdeeg van de geloofsleer in je vormpjes. En in feite is dat ook precies de kritiek die Bart had op Schleiermacher. Schleiermacher formuleert eerst op algemeen wijsgerige gronden dat ware religie het absolute afhankelijkheidsgevoel is, het bekende misschien schlechthiediges abhängigkeitsgevoel. En vervolgens schiet Schleiermacher de hele dogmatiek in de mal van dat wijsgerige concept. En Bart zelf brak dan ook überhaupt met de notie van een prolegomena en viel met de deur in huis. Als je een dogmatiek gaat geven over het christelijk geloof, moet je gewoon ook gelijk met Jezus Christus beginnen. En die kritiek die Bart op Schleiermacher had, op een bepaald mechanisme wat ik net beschreef, ik denk dat zo'nzelfde mechanisme hier in deze opzet ook een rol speelt. En de Vries lijkt zich niet echt bewust van de spanning. Hij had zich kunnen beroepen op Berkhof, die zelf ook het goede recht van een prolegomena verdedigde. Maar dat doet hij niet. En ik meen enkele signalen te bespeuren die erop wijzen dat zo'n algemeen geschiedsfilosofisch concept toch niet zo geheel onschuldig is. Allereerst in de godskennis. De aard van die antropologische insteek maakte ook dat de orde van het kennen, de weg van het kennen, het meest voor de hand ligt in de dogmatiek als een soort ordeningsprincipe. Als je bij de mens en de geschiedenis van de mens begint, moet je ook langs die weg de dogmatiek opzetten. En dan moet je dus juist niet met God beginnen. Dat zou veel eerder gebeuren in de weg van het zijn. Dan begin je met God en dan is de schepping en vervolgens kom je ooit eens een keer bij de mens uit. Maar nu de focus bij de geschiedenis ligt, ligt het voor de hand om de vraag hoe de mens vanuit een concrete historische situatie iets van God verneemt te stellen. En hoe die mens dus ook kennis van God verkrijgt. Het antwoord wat Vries daarop geeft, ligt vanuit deze benadering dan ook voor de hand. We kunnen God leren kennen in de natuur en door de geschiedenis. Nu zegt de Vries wel dat het hier gaat over de geschiedenis van Israël en Jezus Christus. Maar het belangrijkste is, zo kun je ook aan de titeltjes zien, is dat we God in de geschiedenis leren kennen. En de Vries lijkt daarmee dus niet de weg te gaan van de christologische concentratie die zich sinds de theologie van Bart in de openbaringsleer heeft voltrokken. Bram van de Beek is daarvan een goed voorbeeld, denk ik. Die van de Beek werkt zelfs de hele dogmatiek uit als een aantal subparagrafen in de christologie. Dat gaat wel heel ver. Voor de Vries lijkt het toch het belangrijkste te zijn dat God zich laat kennen in de geschiedenis. En vergeet daarbij uit te leggen waarom de geschiedenis van Israël en Christus ons meer vertelt over God dan de geschiedenis van India of van China of in het ergste geval Duitsland. En dat laatste is niet ondenkbaar, maar een reëel gevaar voor een ieder die zich op een Hegeliaans geschiedfilosofie beroept. Nou vertrouw ik de Vries wel, maar ik vind toch juist omdat hij van geschiedenis zo'n belangrijk concept maakt, dat hij zich hiervan had moeten verantwoorden over hoe een theologie van de geschiedenis ook dramatisch fout af kan lopen. En dan nog een ander punt, God in verhouding tot de tijd. Er is dus nog zo'n signaal dat aangeeft dat het wijsgerige concept van de geschiedenis niet zo onschadelijk is als het lijkt. De Vries vindt het geschiedenisbegrip zelfs zo belangrijk dat ook de godsleer in termen van geschiedenis moet worden doordacht.
En waar de Vries zich tussen de regels door tegen verzet, is tegen het idee van een statische god. En hij stelt zich daarbij dan ook voor een Grieks filosofisch godsbeeld. Dat wordt bepaald door begrippen als onveranderlijkheid, alwetendheid, alomtegenwoordigheid, etc. Nou, laat ik eerlijk zijn, vanaf het begin van dat hoofdstuk ook is het duidelijk dat de Vries wel stelt dat God ook heer is over de tijd. God is geen slachtoffer van de tijd. God is eeuwig, zegt hij op pagina 35. God is niet aan de tijd gebonden. Eeuwigheid zegt iets over hoe God anders is dan het tijdelijke. Pagina 107. Dit in acht nemend leest de lezer vervolgens over een aantal wijsgerige interpretaties over die verhouding dus tussen de eeuwigheid en de tijd, waarvan die van Augustinus de belangrijkste is. Bij Augustinus is God zelf eeuwig. God is schepper van de tijd. En eeuwigheid is daarin tijdloos. In de eeuwigheid comprimeert het verleden en het heden zich in een samenvallend nu, zo schrijft de Vries. In dit model ziet de Vries een ontologische inferioriteit van de tijd. De tijd is God minder waard dan de eeuwigheid. En hieraan kun je goed zien wat het theologisch motief van de Vries was. Het ging hem om een waardering van de tijd. Wat zich hier in de kosmos afspeelt, doet ertoe, ook voor de eeuwige God. De Vries ontwikkelt dan een theorie van omnitemporaliteit met behulp van het werk van een zekere De Wezen. En deze metafysische theorie van de eeuwigheid moet het mogelijk maken om zowel God als boven de tijd staand te denken en tegelijk hem als een handelend wezen in de tijd te zien. Nou voert het een beetje te ver om nou precies in details uit te werken hoe de Vries dat uitwerkt. Het theologisch motief is helder. De tijd moet worden gewaardeerd. En het spreken over Gods eeuwigheid dient het belang van de tijd. En zelfs in dit theologisch motief kan ik de Vries volgen. Mijn objectie zit hem erin dat het voor mij onhelder is hoe de Vries kan volhouden dat God heer is van de tijd. Als je kijkt naar een aantal uitdrukkingen die hij gebruikt. Pagina 120. Eeuwigheid is in de Bijbel geen van de tijd onderscheiden bestaanswijze. Kunnen we tijd dan zelfs niet onderscheiden van de eeuwigheid? En even verderop, pagina 121, ik citeer. Men kan tot de uitspraak komen dat God los van de tijd geen eigen bestaan heeft. Alle eigenschappen van God zijn uitdrukking van zijn relatie tot de wereld en haar tijd. Ik geef toe, de Vries zet dit alles in een epistemologisch kader. Het gaat over menselijke kennis. Wij kunnen over God niet weten dan behalve door zijn bemoeienis met de wereld. Ook dat zeg ik de Vries na. Maar toch wordt God zozeer in de sfeer van de tijd getrokken dat je op den duur begint af te vragen wat het verschil tussen God en zijn schepping nog eigenlijk is. Wordt God zelf ook niet in de maalstroom van de tijd getrokken? Of blijft hij heer? De Vries kan er dubbelzinnige dingen over zeggen. God heeft zijn eigen tijd, pagina 135. Het sterkst komt dit tot uitdrukking in de theorie van het kenotisch godsbeeld. God zou zich terugtrekken om ruimte te maken voor zijn schepping. Nu is het bij mijn eerste lezing van het boek niet zo goed duidelijk hoe de Vries nou deze theorie zelf waardeert. Maar als hij er positief over is, dan heb ik er wel problemen mee. Afgezien van het feit dat je zo'n gedachte in de Bijbel nauwelijks terugvindt, is het ook in de dogmatiek een vreemde manoeuvre. Het begrip kenosis kan in de christologie wel een rol spelen op basis van Filippenzen 2. Maar dat begrip kan niet zomaar worden getransporteerd naar de godsleer. Mijn inziens zet je dan de deur volledig naar het deïsme open. God heeft de machine van deze aan natuurwetenschappelijke wetten gehoorzamende werkelijkheid aangezet en heeft zich vervolgens teruggetrokken. Heeft God dan ook zijn eigen godheid afgelegd? Mijn idee is dat de Vries
voornamelijk over God wil schrijven vanuit zijn toewendingseigenschappen. We kunnen alleen iets over God zeggen binnen de horizon van de tijd. Maar dan komen Gods hoogheidseigenschappen onder druk te staan. Gods heiligheid, zijn anders zijn dan het wereldlijke. Zijn transcendentie, zijn eeuwigheid, zijn oneindigheid. Maar wel is het belangrijk, denk ik, om aan die hoogheidseigenschappen vast te houden. Want zonder deze hoogheidseigenschappen van God wordt God zelf iets binnenwereldlijks. Breekt de onderscheiding tussen schepper en schepsel door. Zo'n algemeen wijsgerig concept van geschiedenis is dus, denk ik, niet zo onschuldig als het lijkt. Mijn zorg is dat dit begrip als een mal, een procrustesbed gaat fungeren voor de dogmatiek. En dat deze dogmatiek dus minder wordt bepaald door haar eigen inhoud. Maar goed, wie ben ik? Ik ben ook maar een nar die aan het spelen is met concepten voor het aangezicht van God. Daarmee is voor de Vries niet gezegd dat dogmatiek onbelangrijk is en niet meer is dan een aangenaam tijdverdrijf. Nee, dogmatiek is net als spelen met je kinderen. Zeer belangrijk. Maar het mysterie van God, geopenbaard in Christus, kunnen wij ten diepste niet omvatten. En daarin speel ik vrolijk met Olof mee. Hartelijk dank voor uw aandacht.